Hallo allemaal, ik was dit al langer van plan, maar vandaag is eindelijk de dag aangebroken. Ik ga mijn haar knippen en niet zo'n beetje ook. Uiteindelijk wil ik het echt gewoon kort hebben. Zoiets. Volgens mij is het net niet lang genoeg om te doneren, want daarvoor moet het 30 centimeter zijn. En ik wil ook nog genoeg ruimte overlaten voor de kapper om ermee te werken. Maar ja, ik wil het wel zelf afknippen. Want dat vind ik cooler. Oké, dus laten we eventjes nog mijn lange haar waarderen voordat het weg is. Ik had mijn haar al een keer laten knippen in een video. Maar toen was het echt tot hier. Toen had ik het eventjes ook kort gehouden tot hier. Maar het is al zoveel gegroeid. En ik wil gewoon iets anders. Nog een goede before foto nemen. Voordat ik tjaka doe. Oh ja, nadat ik het heb geknipt of laten knippen. Ga ik ook eventjes mijn voorste plukjes bijwerken. Want er is echt gewoon geen regenboog meer over als ik het hier afknip. Dus dat ga ik ook nog doen. Nadat ik naar de kapper ben geweest. Waar ik straks voor moet vertrekken. Oh my god. Het is ook echt wel lang. Oh nee, nu gaat het even stormen, natuurlijk. Als ik het ga knippen, dan ga ik het ook opnemen op mijn telefoon. Oké, zeg vaarwel. Ik ga het afknippen. Als er een schaar is die dit makkelijk moet kunnen, dan is het wel een stofschaar, toch? Ga ik er gewoon voor? Of zal ik er eerst een vlechtje van maken? Ja, ik ga 2 vlechten maken. Als ik straks een breakdown heb op camera omdat het echt niet goed staat, dan... Goeie clickbait. Het gaat natuurlijk hartstikke oneven worden. Maar het hoeft er nog niet mooi uit te zien. Mijn eindjes zijn ook gewoon hartstikke stro. Soms zit ik met mijn haar te spelen en dan zit ik de gespleten einde op te zoeken. En dan breek ik het zo af. Ik moet een beetje opschieten, want ik deed altijd lang over mijn make-up en wakker worden überhaupt. En ik heb een kappersafspraak over een kwartier. Ga ik hier doen. Gewoon boven het elastiekje. Oké. Oké, wacht. Mijn hart gaat zo snel. Oké. Ja, daar ga ik. Oh my god, who allowed me to look this good? Dit hoorde er slecht uit te zien, hè? Wacht. Yo, deze schaar is goed. Oké, jongens, hoe ziet de achterkant eruit? Ik zie het niet, maar het is waarschijnlijk lachwekkend. Ik heb niet tegen mijn kapper gezegd dat ik het zelf af zou knippen van tevoren. Dus ik ga er verrassen. Dit ziet er al goed uit. Het wordt nog korter, though. Hello! Ik ben gekalmeerd. Ik moet gaan voor de kapper! Ik moet naar de kapper! Ik kom net van de kapper en het is zo goed gelukt. Het ziet er zo goed uit. Hi! En ik heb het wat korter in de achterkant laten zetten. Dus het loopt een beetje schuin af. Het is zo cool. Het staat zo goed. En de regenbogen zien er nog steeds goed uit. Wat? Ik wil er bijna geen nieuwe kleurtjes in gooien. Bijna. Ik vind het zo cool dat het aan de voorkant langer is dan de achterkant. Het ziet er echt gaaf uit. Ik ga foto's maken en lunchen. En daarna ga ik mijn voorste plukjes bleken. Oké, ik heb ze gesectioned. En ik probeer nu mijn haar vast te zetten met een scrunchie. Het is mogelijk. Ja. Hartstikke mooi. Ik ga eerst deze 2 voorste plukjes doen. Want deze had ik nooit gebleekt. En ik denk dat het leuker is als deze ook gewoon erbij zitten. Oh, de medium pony. Oh, perfecte lengte dit. Ik ga weer bleek aanmaken. Ik heb nieuw spul gekocht. Kijk even hoeveel ik heb gekocht. Poeder,
developer volume 30. De vorige keer gebruikte ik 40. Dus deze gaat iets minder hard. Dus misschien moet ik dit vaker gaan doen. Er staat voor alleen professioneel gebruik. En ik vind mezelf professioneel genoeg. Oké. In een plastic bakje. Het bleekpoeder ligt overal. Dat is waarschijnlijk niet zo gezond. Laat ik de volgende keer daar iets voorzichtiger mee zijn. De developer erin. Dit bleekpoeder is grijs in plaats van blauw. Het ruikt wel hetzelfde als die andere vorige keer. Ik kijk via de zijkant in een spiegel. Let's go! Oké, top. De roots ga ik later doen. Ik ga het eventjes een half uurtje erin laten zitten. Trouwens, ik bedenk me net. Ik kan ook gewoon meteen deze aan de zijkant doen. Want hiervan moet ook een heel groot deel gebleekt worden. Oké. Ik lijk op een olifant. Het is een half uur later en oh mijn god. Heel mogelijk. Ja, niks aan te doen. Het is op mijn voorhoofd gekomen. Het kriebelt. Hopelijk niet op mijn wenkbrauwen. Nee toch? Volgens mij niet. Oké. Gebleekte wenkbrauwen is voor een andere video. Lekker op mijn hoofdhuid die gewassen is bij de kapper. Whoops. Oh well. Dit gaat branden. Ik ga weer een half uurtje wachten. Let's go. Oké, ik ga het gewoon uitspoelen, want ik hoor dat het eten bijna klaar is. Ik wil niet met deze dingen gaan eten. Ik ga ze eraf halen. Het is zo licht. Hoe dan? Ah, het doet ook pijn. Oké, ik ga het uitspoelen. Tot straks. Ik ben terug van het eten. Het is nog wel een beetje oranje. Ik heb vooral stukjes van de roots gemist. Wacht ervoor. Kijk. Unacceptable. Oei. Ahem. Fijn, zo lekker bleek op je hoofdhuid. Ik ga nog een beetje extra aanmaken. Want ik ga er nog een beurt overheen doen. Wel echt super handig dat mijn haar nu precies de goede lengte is voor de aluminiumrol. Deze bleek doet het echt wel goed. En mijn haar voelt nog redelijk gezond aan. En het was best wel goedkoop, vind ik. Volgens mij was hij ook wel afgeprijsd. Nou, ik mors het weer op mijn kleding. Het is niet slim dit. Ik ga vanavond nog Among Us spelen. Maar dan wil ik wel even bleek eruit hebben. Oh, het is over minder dan een half uur. Oké, nu lekker bakken. Dat ga ik er ook eventjes in laten zitten. Tot straks. Yay, ik ben weer terug en ik heb lekker Among Us gespeeld. Het is lekker licht geworden. Alleen is de kleur er niet uit. Op zich maakt het niet echt uit, want ik ga toch hele felle kleuren erop zetten. Maar ik denk bij een kleur zoals geel dat het wel wat uit gaat maken. Want geel is niet zo dekkend in het algemeen. Ik heb een paar schetsen gemaakt die ervoor zorgen dat geel ofwel hier of hier zit. Ik denk wel dat ik deze de mooiste vind. Ik kan ook deze doen, maar dat vind ik net iets te veel kleur. Dus dan ga ik voor dit. Dus ik begin met rood op mijn roots. Oké, ik ga de handschoenen even uitdoen. Tot zover de handschoenen. Ik heb het geprobeerd, oké? Over naar oranje. Ja, ik gebruik echte verfkwasten voor dit. Het werkt niet super goed, dat moet ik toegeven. Maar weet je, ik heb er eens mee geverfd en vervolgens gaat die verf er gewoon niet meer uit. Omdat het haarverf is en er zitten letterlijk haren in die borstel. Duh. Dus nu gebruik ik steeds dezelfde kwast voor dezelfde kleur. Op naar de geel. Deze kwast is krom. Mijn handen zijn gekleurd. Maar wat maakt het uit? Ik zit ook continu tie-dye te doen zonder handschoenen. Daar worden mijn handen ook gekleurd van. Op naar de groen. Over naar blauw. Kijk, oh. Oeps. Ik denk dat ik de paars ga mixen. Beetje wit, beetje paars, beetje roze. Hier zo. Dit is een mooie kleur. Oh, ik hoop dat die er ook zo uitkomt. Yes. Op naar de roze. Laatste kleur. Yes. Oh, kijk mijn haar, though. Ik ga mijn handen wassen. Ik denk niet dat het super veel helpt, maar het helpt in ieder geval met minder dingen aanraken en verven daarbij. Oké, dus dan gaan we nu een half uurtje wachten. En dan ga ik in de tussentijd nog meer opruimen. En dan zien jullie straks het eindproduct. Ah! Dit ziet er veelbelovend uit. Alright. Oeh, de paars. Zo, die paars is een beetje awkward, zeg. De bovenkant is best wel mooi gelukt, alleen ik vind dit gewoon jammer. Ik ga blauw, paars en roze opnieuw doen. Dit laat ik ook even een half uur inzetten.
Oké, die blauw is niet geblend. Het is alweer 2:15. Oké, ik heb groen er weer in gedaan. Met mijn handen. En een beetje water om het te laten faden. Hopelijk werkt dat een beetje. Ik ben er een beetje klaar mee. Oké, tot over een half uur weer. Het ziet er goed uit. Let's go. Haar los. Ik zie er echt crusty uit. Oké, jongens. Ik ga nu wel slapen. Ik zie jullie weer morgen wanneer ik weer fris en fruitig ben en een coole outfit aan heb. Tot morgen. The next day. Goedemorgen. Nou ja, het is alweer middag, maar whatever. Mijn haar is zo cool geworden. Mijn haar is zo cool. Ik vind het ook leuk hoe de regenboog niet verdwijnt wanneer ik iets met mijn haar doe. Ik zou van die staartjes hier kunnen doen. Oh, dit is ook... En het voelt echt hartstikke sterk aan nog. Het voelt zo gezond. Like how? How? In het begin dacht ik wel dat het een beetje te veel was misschien. Omdat als je zo kijkt echt alleen maar regenboog ziet. En dan lijkt het alsof ik een clownspruik op heb. Dus in het begin dacht ik echt van oh nee. Maar weet je wat? Het ziet er goed uit. Ik ga het wel anders doen denk ik de volgende keer dat ik het ga verven. Want ik vind de rood bij mijn roots toch niet zo leuk. Ik heb liever donkerpaars bij mijn roots en dan dat de regenboog zeg maar andersom is. Weet je, dat is voor de volgende keer. Heb ik weer iets geleerd. Mijn vriendje Jesse was er eerst op tegen dat ik mijn haar ging knippen. Of ja, erop tegen. Hij hield veel van mijn lange haar. Maar hij zei dat het echt heel goed bij me past. En ik ben het met hem eens. Ik ben hartstikke blij. Het ziet er helemaal goed uit. Beetje clownerig, maar hey, we zijn allemaal een beetje een clown. Yup, obsessed. En alvast voor de mensen die gaan commenten, ik vond je lange haar leuker. Pech. Wat wil je dat ik doe? Het terug opplakken? Ik heb lang genoeg lang haar gehad, oké? Maar ja, ik ben helemaal tevreden. Vond je deze video leuk? Geef dan eventjes een duimpje omhoog. Volg me op mijn social media. Check mijn tie-dye set en mijn merchandise. Linkjes staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!